En wij lopen door de stad heen, maar altijd achter straten. Als er een straat was waar winkels waren, dan zag je een paar burgers die al soms voorbij. Die schrokken zich verschrikkelijk, want nou zagen ze echt wat gevangen betekende. Ja. En we zijn de stad uitgelopen door achterstraten heen. En ik weet nog dat we over een brug heen gingen. En het ijs lag op de brug en op het water. En dat we langs andere kampen kwamen, waar Russische gevangenen lagen. En die zagen er nog erger uit dan wij. Dat is onbeschrijfelijk hoe die mensen eruit gezien hebben. Ik denk dat we ongeveer met 1200 of 1500 mensen waren. Gevangenen. Vrouwen en mannen. En we liepen de hele dag. En de wachten, die hadden alleen hun wapens te dragen. Want hun bagage, zij waren ook gepakt en gezakt om weg te gaan. Die hadden ze op die wagen gelegd. Waar Heinrich Mannheimer op zat. En er kwamen ook vrouwen op te zitten die niet meer voort konden. En een gedeelte van ons trok die wagen voort en duwde. Die hele dag, de volgende dag van de 18e. Door velden en wegen die geen wegen waren. En bergen sneeuw. De sneeuw kwam tot je benen, tot je knieën en hoger. En daar worstelden we doorheen en we liepen maar. En af en toe, de wachten liepen aan de zijkanten en achter. En af en toe hoorde je wiet, boem, wiet, boem. En we dachten dat ze met zweep aan het slaan waren. Dat was het, net het geluid. Maar het bleek dat ze langs de kanten schoten op mensen die opzij liepen en een beetje te ver opzij liepen. Die werden neergeschoten. En mensen die het niet meer konden, die afzakten naar het eind van de groep. Dan zei de wacht, is het te hard, is het te zwaar? Ja. Kom maar hier lopen, dan houden we je in het oog. En waar ze aanwezen, waar ze moesten lopen, werden ze neergeschoten. Dus waar we gingen, lieten we doden achter. En het werd donker, 's avonds. En je liep in een droom. Je was niet meer bewust. En we hadden armen in elkaar gehaakt. Ik weet nog dat ik in mijn verbeelding, in mijn gedachten, dat we op een nachtwandeltocht van de AJC waren geweest. En dat we tussen de boerderijtjes van Diemen en zo liepen. Dat is net buiten Amsterdam. Maar we stierven van de kou. De warmte was alleen van het vasthouden. En eindelijk, in het midden van de nacht, hielden we stil. En er was een enorme schuur aan de kant, waar we stopten. En daar moesten we in. En het bleek dat die schuur volgestapeld was met hooi. Hooibergen. Daar werd stro bewaard. En direct bij de deur was een muurtje. En daarachter begon die hooistapel. En Gerrit Jas, de flinkste van allemaal, altijd de sterkste, die stond op het muurtje en die trok mij omhoog. En dan viel ik op mijn hip, die ik al van tevoren een keer bezeerd had, bij een val. En daar heb ik nog wel eens last van. Ja. Gerrit Jas, die trok alle Hollanders die hij maar kon vinden bovenop het muurtje en ga in het hooi, ga naar achteren toe. En we kropen in het hooi en maakten een gat in het hooi waar we in konden zitten. En we trokken verder het hooi over ons heen. En het was heerlijk warm en zacht. En toen begonnen we aan ons eten, het brood en de salami, de worst. Die we hadden, we sneden de blikken open met het zakmesje. En we hadden een manier om die bussen vlees leeg te maken. We sneden eerst langs de rand
de top weg. Dan keerden we het om en sloegen een gat in de bodem. En dan bliezen we. En dan viel een bonk vlees eruit. En dan waren we aan het graaien. Zo hadden we, de Ger en ik. Ik noem het in mijn boek, we hadden een meal fit voor een koning. Zo voelde het aan. Heerlijk in het zachte hooi, in een kuil bij elkaar, dichtgedekt met hooi. En maar eten wat we konden. Wat we in jaren niet gedaan hadden. En voordat we wisten, we vielen in slaap. En voordat we wisten moesten we eruit. Verder marcheren, verder lopen.